We zijn hier met Nathan Dames en Falk Schrouwen in de Van Markensite in Brugge. Met een nieuw project. Het project heet Transplantations. Transplantations. Het is eigenlijk een vrij nieuw project. Maar we zijn eigenlijk ook wel even bezig. Het is begonnen tijdens de eerste lockdown. We zijn eigenlijk toen alle twee, denk ik, op onszelf ideeën beginnen zoeken. En op een bepaald moment hebben we die ideeën naar elkaar doorgestuurd. En hadden we zoiets van, ah ja, misschien kunnen we wel onze krachten bundelen in een nieuw duo-project. Dus we zitten hier op een oude industriële loods in Brugge. Die eigenlijk al geruime tijd leeg staat en die binnenkort wordt afgebroken. En we dachten meteen van dit is de plek waar dat we in coronatijden eventueel nog iets kunnen doen voor een publiek. Maar waar we ook artiesten kunnen zetten die kunnen resideren, repeteren aan materiaal werken. Vandaag zitten we hier met Nathan Dames en Falk Schrouwen van het project Transplantations. Ik had van hen een demo gekregen met wat muziek en ik had meteen de link gelegd van ja, die muziek zou perfect passen qua akoestiek en zo'n ruimte waar heel veel reverb, heel veel halm zit. Ik denk, zonder die lockdown was dat er niet van gekomen. Ja. Ik herinner me eigenlijk dat we het idee al van daarvoor hadden. En dat dankzij die lockdown dat we tijd genoeg hadden eigenlijk. Ja, ik denk dat enerzijds de plantenwereld is, maar dat het gaat ook over het concept van iets te planten en van het groeien. De muziek spreekt mij enorm aan, omdat ik de muzikanten die eraan deelnemen al een hele tijd volg, maar in het bijzonder dan Nathan Dames, degene die de blaasinstrumenten speelt. Dus ik heb al verschillende projecten samen met hem gedaan in het verleden, waaronder Black Flower, wat zo meer uptempo groove band is. En dus, ik heb hem altijd een bijzonder interessante muzikant gevonden, omdat hij vanuit een jazzachtergrond vertrekt, wat dat ook onze achtergrond is. En dit project is eigenlijk heel bijzonder, omdat het toch in tegenstelling tot zijn andere bands, waar het meer groove is en party tussen aanhalingstekens, is dit meer een project dat introspectief is, die veel meer speelt op gelaagdheid en op een bepaalde drone zetten, een bepaalde ambiance neerzetten, een bepaalde trance opwekken. Ja, we zijn wel geïnteresseerd in veel muziek die een bepaald trance aspect heeft. En dat kan door middel van bepaalde grooves zijn, maar ook door klank. Dus het gaat ook eigenlijk over het planten van dat trance gegeven. Wij inspireren ons eigenlijk op heel veel verschillende soorten trance muziek. Dat kan voodoo muziek zijn, dat kan ritmes zijn, soefi invloeden. Dus dat is eigenlijk de rode draad. Plantations slaat op het groeien van die planten en dat gaat aan een veel trager tempo. En dat is ook een beetje de muziek. Onze muziek gaat aan een veel trager tempo dan bijna alle andere muziek die ik of Falk hebben gemaakt in het verleden. Muziek is die zeer specifiek is, maar tegelijkertijd zeer toegankelijk is voor een breed publiek. Omdat het eigenlijk meer gaat over het creëren van een soort droomwereld dan echt over virtuositeit of songs maken.